Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag maak ik mijn avondroutine. Jee! Ik heb wel heel veel zin om het te doen en ik kom net uit bad, zoals jullie zien. En ja, dus ik ga doen wat ik doe als ik uit bad kom. Dus laten we beginnen! Ten eerste droogt mij misschien al af, hè, en mijn haar een beetje droger. Dus ja, dat doe ik nu. Daarna mijn pyjama aandoen. En onesie. Check. En nu ga ik mijn haar kammen en drogen. Dus kammen. En drogen natuurlijk. Dus ik ga het nu doen. Misschien op de camera natuurlijk. Hij maakt wel redelijk wat lawaai. Hoor maar. Dus ik ga het niet zo lang doen, maar even tot het een beetje droger is. Dus ja. Nu alles wegzetten. Oeh. En misschien ook. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, dus. Ja. Maakt niet uit. Oké, mijn haar is ook oké. En nu een beetje de badkamer opruimen, denk ik. En bad eruit laten en zo verder. In de was. Schoenen. Oh. Leuk. Ja. Zo. Nu water uit bad en bad een beetje leegmaken. Oké, het bad is in orde. En deze moet ik nog net wegzetten. Klaar. En ik denk nu dat de badkamer helemaal in orde is. Wasmand dicht doen. Check. Ik denk dat ik nu wel zo goed als klaar ben. Dus nu kunnen we naar beneden. Dus ik ga nu naar beneden. De deur dicht. Ik ga boven tv. Ik ga eens kijken. Het is dokter Bia. Ik ga gewoon naar kijken. En even kijken. Dit is eigenlijk de dokter Bia show. Het kan een beetje moeilijk zijn om over te praten. Zoals bijvoorbeeld over seks. Seksualiteit. Elke week beantwoord ik jullie vragen over puberteit. Oké, dit is dokter Bea. Ja, die helpt je met een paar vraagjes en zo. Dus, niks voor mij. Nu ga ik even kijken en dan kunnen we verder. Natuurlijk helemaal geen plasgaatje en de penis staat. Maar goed, de eikel is het meest gevoelige stukje van de penis en daarom is het wel fijn om daar een beschermend stukje overheen te hebben. Omdat er bijvoorbeeld te veel druk op komt te staan tijdens de seks. En veel jongens hebben dat last van, dus dat is echt niet iets om je voor te schamen. Naar beneden. De dokter Bia show is gedaan. En nu ga ik naar beneden dus, zoals ik al zei. En ik ga eens zien ja, wat ze aan het doen zijn. Of wat ik kan doen. Yippie! S'avonds ga ik ook een beetje op mijn gsm spelen. Maar ik voel mijn gsm dus dat gaat mij wel moeilijk zijn. Of speel ik met slijm of weet ik veel wat. Houd ik mij gewoon wat bezig. En vaak met Musical.ly.
Volg mij ook op Musical.ly, staat in de beschrijving dus. Dat betekent, ja. Hoop ik, natuurlijk dat jullie niet hebben gepest tegen pesten, maar dat betekent nog veel belangrijker dat jullie ook nu niet gaan pesten. Het is niet omdat de move tegen pesten straks gedaan is, dat jullie terug moeten beginnen pesten. Nee. Pesten is nooit een goed idee. Gewoon lekker als er allemaal vrienden zijn, maar dan spreken. Goed. Oké, kijk eens. Dus. Wij kijken naar en de aflevering. Dan... Oh, wacht eens even. Ik kan hem soms vastnemen, maar soms ook niet. Ik denk nu wel. Hij plakt nog een beetje. Dus ja. Dit is hem. Terug in het potje. Ik ga nog even verder doen. Doei. En tot straks. Oepsie, camera is gevallen, maar toch. Is het leuk om met slam te spelen? Je wacht, die zijn wel terug. Ik ga eens proberen blazen. Cool. Ik ga nog eens doen. Wow! Wil je gezien, man? Wow. Oké, ik ga een vraag stellen en die mag je antwoorden in de reacties. Hou je van slam of vind je het eigenlijk niet zo leuk? Zet het in de reacties. En moet ik ook eens een video maken met een andere YouTuber? Zet dat ook maar in de reacties. Dus ja. En dan ga ik dit het einde van mijn video maken. Mijn ook. Want ik ga ook al bijna slapen. Het is toch al een beetje laat. Dus... Ik ben ook al een beetje moe, maar echt dus tot een volgende video en vergeet niet te abonneren. Je bent er binnengestorven, je hebt hem de les gelezen en hij is smekend om vergiffenis op zijn knieën. Moest jullie dat doen? Ik wil de 20 abonnees halen. Ik heb gedreigd met een rechtszaak, waarna hij een minderlijke schikking aanbood. Dus ja. Hopelijk lukt jullie dat. En we gaan de like of... Waar gaan we dan op zoek? 10 okay, likes, dat is niet zo spectaculair, 10 likes en 20 abonnees. De 20ste abonnee. Die dan nu nog abonneren zit in de reacties. En in jullie naam zeg ik in een video. Als je al hebt geabonneerd, zet het dan ook in de reacties. En dan zeg ik ook jouw naam in mijn volgende video. En als je nu doet, ja, dan weet je sowieso dat je in het video van mij staat. En je kan ook op het belletje drukken. En dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video plaats. Dus ik zou dat doen. En dan kan ik je naam zeggen. Omdat die verhalen goed zijn. Dus, doei!